Oh nee. Net als je dacht, nu zijn we eindelijk samen. Dit wordt een tijd zonder rotzooi of gezeur. Komt onverwacht de levensgrote kater. Vergeet het maar, het is werkelijk waar. Ze staan weer voor de deur. Dat was lekker, hè? Ja, Arthur. Dat was heel erg veel. Zie je wel dat ik het niet erg vind om te koken? En het was helemaal niet slecht, hè? Lekker vlees, goede aardappeltjes, romig sausje. En het is weer eens wat anders. Ja, het is een hele tijd geleden dat ik een kant-en-klare diepvriesmaaltijd heb gegeten. Ik heb nog een toetje. Aardbeien bavarois. Zelf gemaakt? Zelf ontdooid. Oh, ik heb genoeg gehad. Jammer dat we dit niet meer kunnen doen, hè? Wat? Avondje met z'n tweetjes. Toch veel gezelliger zonder onze huurders. Het zijn geen huurders. Nee, nee. Huurders betalen huur. Nee, krakers is een beter woord. Zijn je eigen kinderen, Arthur? Nog steeds. Verjaart zoiets niet, na 24 jaar. Je doet altijd zo negatief over ze. Het is voor hun eigen bestwil. Ik moet leren op eigen benen te staan. Ik nam op mijn 17e al de beslissing om het huis uit te gaan. Ja, jij moest in dienst. Maar toch. Je vader heeft je aan je oren en de keuring moeten sleuren. Zo liepen we altijd. En je had hem mee. Wel, nee. Ik vond het geweldig, zeg. De opwinding, het reizen. Naar Amersfoort. De ontberingen. In de ontgroening zaten we met z'n tienen in een bivakteentje. Met net genoeg geld om voor het hele peloton één gevulde koek te kopen. Dat was afzien. Ja, daar zijn heel wat jongens man geworden. Heb je het nu over ontgroening of over ontmaagding? We waren een seksueel gefrustreerd zootje, zeg. Volgens mij deden ze iets in onze koffie om ons rustig te houden. Dag, gossie. Ja, kom eens hier. Wat? Ik geloof dat het eindelijk begint uit te werken. Oh, de kinderen kunnen zo thuiskomen. Kijk, dat bedoel ik nou. Tegen de tijd dat zij het huis uit zijn, spelen wij 's avonds bingo. In plaats van bingo. Het is toch zo? In het leger heb ik geleerd om op eigen benen te staan. Ik werd getraind om blindelings te gehoorzamen. Nou, begin maar vast de keukenvloer te dweilen. Ik heb net gekookt. Waar zijn die kinderen trouwens? In de kroeg, geloof ik. Heerlijk. Gek, hè? Vroeger zei je hoe laat ze thuis moesten komen. En nou zeg je, laat ze in godsnaam doorzuipen. Ja. Ik ga straks nog even met ze praten over AA. Anonieme alcoholisten? Nee. Avondatelier? Alternatieve accommodatie. Wat? Wanneer ze eindelijk eens opdonderen. Niet vanavond, Arthur. Waarom niet vanavond? Ik zou niet weten hoe ik mijn avond beter kan besteden. Oh, nee? Wat je plannen? Misschien een spelletje bingo. Scrabble? Mm-mm. Wat hebben we nog meer? Pimpampet? Mm? Nou, dan hebben we alleen nog maar bingo. Oh, jij hebt nog. Connie? Hier, schat. Hoe was het op je werk? Hetzelfde als altijd. Zorgvuldig georganiseerd niets doen. Nog nieuws uit de dierentuin? Als je mijn huisdieren bedoelt. Ja. Wat nu weer? Na wekenlang hard werken heeft mijn Zeeuwse kip Bertha een ei gelegd. Wat goed. Wanneer kunnen we op kraamvisite komen? Niet. Bertha is overstuur. Ik denk niet dat ze ooit nog een ei zal leggen. Wat is er gebeurd? Herman heeft het opgegeten bij zijn ontbijt. Bertha heeft de hele dag geen tok meer getokt. Misschien een postnatale depressie? Niet leuk, Arthur.
Probeer je ze naar in te leven. In een kip? In een brute ontvoering met gewelddadige afloop. Kom, kom. Er eten wel meer mensen een eitje. Ja, uit Barneveld. Mijn Bertha is geen legbatterij. Ze is een huisdier. Bertha had vertrouwen in ons en dat heeft Herman nu kapot gekookt. Ah, moordenaar. Dacht dat jij moest overwerken. Ja, maar ik voelde me niet goed. Ik weet niet of ik morgen kan gaan vissen, Arthur. Ik heb toch last van mijn maag? Net goed. De wraak van Bertha. Wat is dit? Medicijn. Dat werkt niet tegen buikpijn. Wel tegen jou. Wees eens een beetje aardig voor me. Ik ben ziek. Als ik een van jouw huisdieren zou zijn, dan zat je nu liefdevol aan mijn nest. De vraag is of je dat overleeft. Ik word gek van die beesten. Ik kom net thuis, hadden we weer een stel kanaries in de huiskamer. Ja, maar een paar zingende kanaries is toch heel gezellig? Ja, maar een paar dozijn gaat op je zenuwen werken. Het is net het Urker Kanariekoor. Ah, overbevolking. Breek me de bek niet open. Waar ging je nou weer? Nou, jullie hebben niks te klagen. Wij konden geen kinderen krijgen. Wij hebben niet eens plaats voor kinderen. Wij ook niet. Waar zijn ze trouwens? Oh, Marijke is boven. De jongens zijn bezig een auto te verkopen. En Saskia zit nog op haar werk. Hoezo? Ik wil ze even helpen. Ach, wat aardig. Waarmee? Met verhuizen. Waar moeten ze nou naartoe? Ze kunnen een rondreizend circus beginnen met jouw dieren. Niet leuk, Herman. We gaan. De dierenarts komt zo voor Bertha. Kan hij meteen even naar jouw maag kijken. Dag, Herman. Hoor je dat? Ze laat een dierenarts naar hem kijken. Ze is alleen maar praktisch. Nog even en Herman loopt met zo'n geel oormerk. Goed, ik begin met onze oudste dochter. Wat ga je doen? Een vader-dochtersessie, schat, over de toekomst. Niks bijzonders. Marijke! Wat is er? Kom eens even zitten. Zitten? Ja, gewoon lekker ontspannen zitten. Ja, ja. Marijke, lieverd. Je moeder en ik maken ons zorgen om je. Oh, ik voel me anders prima, hoor. Nee, dat doe je niet. Nee? Nee, wij hebben het gevoel dat jij Olaf nog erg mist. Ik mis hem eigenlijk helemaal niet. Jawel, jawel. Je hoeft je niet groot te houden. Het valt ook niet mee, hè? Een volwassen vrouw, alleen. Bij de ouders. Ach, Paul, Sam en Saskia zijn er ook nog. Precies, het valt allemaal niet mee. Dus je moeder en ik hebben er helemaal niets tegen als jij weer bij Olaf intrekt. Absoluut niet. Ja, maar daar heb ik helemaal geen zin. Weet je wat jouw probleem is? Je bent te trots. En dat herken ik. Ja, ik heb er ook moeite mee om toe te geven dat ik soms ongelijk heb. Ja, maar jij hebt heel vaak ongelijk. Wel, nee. Jawel. Nee, kijk, zie je nou wel? Dan ga je weer. Kijk, liever, ik vind het ook moeilijk om te zeggen dat ik Olaf mis. Hè? Heel moeilijk. Ja, ik kan wel zeggen dat ik hem mis. Nou dan. Maar ik mis hem helemaal niet. Kijk, als je al maand bij je man weg bent en hem totaal dan ook echt helemaal voor geen meter mist, dan zegt dat toch iets. Ja. Ja, maar je bent nou in de war, hè? Dat is normaal. Ik wil alleen maar... Wat doet dat daar? Wat? Mijn trouwalbum. Oh, dat. Ik zeg altijd tegen je moeder, kijk daar nou niet steeds weer in, hè. Raak totaal overstuur. Ja, je trouwfoto's. Je was een mooie bruid. Het was een mooie dag. De mooiste dag van mijn leven. Van jouw leven. Het heeft me een klein fortuin gekost, maar... daar heb ik werkelijk geen moment van wakker gelegen. Nee. Jouw geluk is niet in geld uit te drukken. Ook al was het 12.388,44 cent. Papa. Exclusief BTW. Ach, iedereen was gelukkig op je trouwdag. Hier, kijk, Gerard en Els. Ja, hè? Die zijn een maand later gescheiden. Jannie en Dirk hier. Gekke oude Dirk. Nog steeds gelukkig. Met zijn nieuwe vriend. Wat? Ja, hij is vorige week bij me ingetrokken. Dirk? Een vriend? Dan ga je zo'n trouwalbum toch heel anders bekijken, hè? Ach, is dit nou alles wat er over is, hè? Van een droomhuwelijk, een paar vergeelde foto's, een stoffig album. Ach, dit prille geluk, dat doet me iets. Ja, mij ook. Maar waar wilde je het nou eigenlijk over hebben, pa? Sorry, ik liet me even gaan. Ik wilde zeggen dat als je net getrouwd bent, dan moet je je aanpassen.
Dat hebben je moeder en ik ook moeten leren. Aanpassen, jij? Ja, ik heb er ook heel erg aan moeten wennen. Aan je moeders grillen, buien. God weet waarom ze die had. Waarschijnlijk omdat ik het als echtgenoot volledig niet af weet. Oh, dag schat. Ja, we hadden het over Olaf en dat hij het weer eens moet proberen. Hè? Heb je dat ook aan haar gevraagd? Ik wil haar niet te veel onder druk zetten. Wil je hem terug? Nee. Goed, iemand koffie? Nee, ho. Wacht even. Het is wel haar man waar we het over hebben, hè? Ik bedoel, iedereen kan wijzer worden, zelfs Olaf. Hij begrijpt me gewoon niet. Dat is normaal. Ja, de meeste mannen begrijpen niet hoe vrouwen denken. En anders zouden ze toch niet geloven. Ik hou nogal van hem. Nou dan. Maar ik mis hem niet. En trouwens, wie zegt dat hij mij terug wil? Waarom niet? Zo'n lief, aardig, intelligent meisje als jij. Ik zou echt niets negatiefs over je kunnen bedenken. En als Olaf er nou echt niet terug wil? Dan is hij net zo'n koppige ezel als zij. Wat is hier aan de hand? Niets. Marijke wil terug naar Olaf. Ik zag hem gisteren nog. Hij schijnt een of ander parttime baantje te hebben. Een parttime baantje? Die Olaf. Ik wist toch dat hij iets van zijn leven zou maken. Ja, wie had dat kunnen denken? Hoe zag hij eruit? Eenzaam en verlaten? Wow, dat kon ik niet zien. Hij viel van een kruk, maaide alle glazen van de bar en toen werd hij de kroeg uitgegooid. Arme jongen. Weet zich geen raad met zijn ongeluk. Kom nou, pa! Maar ga dan alleen met hem praten. Het is niet eerlijk om iemand in zo'n ondraaglijke spanning te laten zitten. Olaf? Nee, mij. Oké. Als hij het ook wil... Goed dan. Maar verwacht er niet te veel van. Ik ben blij met iedere strohalm. Volgens mij wil ze die jongen helemaal niet meer terug. Ach, kind. Je bent toch niks van vrouwen? Ik niet. Ik ga nog wel even met hem praten. En dan denk ik dat hij nog wel in staat is... een paar gevoelige snaren te raken bij Marijke. Olaf? Je kan beter een zeekoe vragen om een stukje harp te spelen. Waarom probeert hij nog een keer? Dat zou ik wel willen. Maar met wie? Met Marijke. Er is toch geen andere vrouw in je leven? Jawel. Oh, God. Mijn moeder. Die zegt dat ik niet het verantwoordelijke type ben. Net als mijn vader. Die ging ook altijd alle dingen uit de weg. Welke dingen? Mijn moeder bijvoorbeeld. Dat hoeft niet erfelijk te zijn. Ze hadden verkering. En opeens was mijn vader foetsie. Een jaar later ontmoetten ze elkaar weer op een dansavond. Mm-hmm. Papi sloeg zo tegen de vloer. Van verbazing. Van een rechtse directe. Ik geloof dat we afdwalen. Ja. 9 maanden later werd ik geboren. Bespaar me de details. Ik wil iets drinken. Ja, ik ook. Een rum cola graag. Sharon! Heb je zin in een houseparty? In mijn house? Deze man is getrouwd, hoor. Hé? Je wilt toch niet vreemd gaan? Sharon is geen vreemde. Die ken ik al vanaf de kleuterschool. Hoe moet dat nou met Marijke? Weet ik niet. Ik ben eigenlijk best nog wel gek op haar. Nou dan. Maar ik weet niet of die gevoelens wel beter... of die gevoelens complimentair zijn. Ik weet zeker dat ze nog heel erg verliefd is. Op wie? Op jou. Heb je de flat nog? Ja. Gelukkig. Het ziet er niet uit. Ik heb alle muren oranje geverfd. Ik zou graag willen dat je het nog eens probeert. Ik ook. Maar in welke kleur? Met Marijke. Geef je huwelijk nog een tweede kans. Oké, pap. Misschien. Als je maar weet wat je wil in je leven. Nog een rum cola. Even pissen. Hebben jullie hier een condoomautomaat? Ja. Saskia. Wat doe jij hier? Oh, ik begrijp het al. En? Heb je het huwelijk kunnen redden? Waarom heeft Marijke die achterlijke, infantiele pissebed ontmoet? Dochters vallen nou eenmaal op het evenbeeld van hun vader. Wat doe jij hier? Ik ga eten bij Henri. Hij woont hier om de hoek. Henri? Henri van Walcher op het Stee. Vierdejaars medicijn. Hij heeft een eigen appartement en een Porsche. Ik heb meteen een goed gevoel over die jongen. Ik ook. Ik geloof dat hij echt van me houdt. Is de term gemeenschap van goederen gevallen? Van goederen nog niet. Ik zie je morgen. Morgen? Jij blijft vanavond? Het is voor een goed doel. Altijd handig, een dokter in de familie. Alleen is hij gespecialiseerd in hersenchirurgie. Hè? Olaf? Hè? Ga je weer moeilijk zitten doen? Ik doe helemaal niet moeilijk. Ze bij die vent wil slapen, prima. En ze weet ook niet of ze met hem wil samenwonen, dus daar hoef je ook niet over wakker te liggen. Ging ze maar met me samenwonen? Ik heb nooit gezegd dat ik tegen samenwonen ben. Oh, jawel. Wanneer dan?
Vannacht toen je sliep. Arme Tuurtje. Noem me geen Tuurtje. Je probeert zo modern te zijn dat je er nachtmerries van krijgt. Ik ben er niet op tegen dat Saskia gaat samenwonen. Nee, je bent alleen maar tegen dat ze het met die kerels wil doen. Nee, dat is het niet. Het is meer dat ik hoopte ooit eens bezoek te krijgen van een nette, nerveuze jongeman die bibberend om de hand van mijn dochter kwam vragen. Zoals Olaf. Breek me de bek niet open. Nou, wat zie je dan? Henri vraagt helemaal niets, maar krijgt de hele mikmak. Ik wil hem alleen maar even ontmoeten. Als het een nette jongen is, heb ik er helemaal geen bezwaar tegen. Ik heb er ook geen bezwaar tegen. Hé, jij wil alleen maar dat hij op zijn knieën komt smeken om toestemming. Hé, schat. Waar kom jij vandaan? Ik kom even wat spullen halen. We gaan naar de sauna. Oh. Toestemming waarvoor? Voor de hele mikmak. Waar heeft hij het over? We zijn erg nieuwsgierig naar je mysterieuze medicijnenstudent. Waarom? Omdat ik last van mijn tennisarm heb. Waarom denk je? Oh, jullie willen hem keuren. Nou, dan vraag ik toch of hij een keertje langskomt. Nou, fijn om te horen dat je ons het gevoel geeft dat we niet helemaal overbodig zijn in deze wereld, hè? Nee, maar ik heb jullie juist hartstikke nodig. Nou, dat is fijn om te horen. Ja, hè? Pap, kan ik even 50 gulden van je lenen? Ik ga wel even je badjas halen. Dankjewel. Dus ik vraag haar, weet je wat ze zegt? Nee, aanstaande zondag kan ik niet, want dan heb ik hoofdpijn. Oh, maar dat is nog niks. Ik vroeg aan Annelies of ik de slaapkamer mocht zien. Haalt ze een foto tevoorschijn? Jongens, ik ben bang dat ik even met jullie moet praten. Dat hoeft niet op haar, wij zijn al voorgelicht. Ik wil het hebben over wanneer jullie jonge vogels het nest eindelijk denken te verlaten. Heel goed, pa. Ja, vogelsnest. Leuke beeldspraak, scherp geformuleerd, geestig ook, maar ja, inhoudelijk volslagen irrelevant. Genoeg grapjes, jongens. Ik heb een mededeling. Olaf en Marijke gaan het weer proberen. En Saskia trekt met ons goedvinden in bij haar nieuwe vlam. Nou, fantastisch. Ja, eindelijk wat meer ruimte. Jullie begrijpen het niet. Ik heb het over verhuizen. Waar wil je gaan wonen, Pop? Hier. En dit huis is niet groot genoeg voor ons allemaal. Ja, dat moet je mij vertellen. Paul, je hebt toch een flat? Nou, meer een verwarmde portiek. Oh, stoor ik? Ja. Sorry, let maar niet op mij. Ja, ik zou wel opschieten. Herman zat te wachten met zijn hengel. Pa wilde ons net het huis uitzetten. Ja, zijn eigen vlees en bloed. Ach, duur, wat verschrikkelijk. Dat heb ik niet gezegd. Ja, en ik blijf alleen maar totdat ik volgend jaar weer ga studeren. Dat had je ook dit jaar kunnen doen. Ja, ik heb 12 maanden vrijgenomen. Je bent niet eens begonnen. Ja, dat is een detail. Ja, dat detail kost me honderden guldens per maand. Ja, en waar zou het arme schaap naartoe moeten? Misschien in een hok tussen jouw konijnen. Waar wonen studenten meestal? Ja, thuis. Vanwege die bezuiniging op de basisbeurs. En mijn beurs dan? Oh, het gaat om het geld. Zoek maar een studentenhuis. Ja, en een luxe leventje opgeven. Ja, ze zijn niet gek. Hij wilde Marijke ook het huis uitzetten. Dat heb ik niet gezegd. En dat allemaal om het geld? Hoe kom je daarbij? Weet je wat het is? Hij wil jullie eruit hebben, zodat hij jullie kamers kan verhuren. Het is een schande. Connie, kom gauw. Er loopt iets eens in de keuken. Maar dat hoeven jullie niet te pikken. Jullie zijn zijn bloedeigen zoons en jullie zijn veel groter dan hij. Ja, ja. Veel groter. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nou. Ja, nou. Doe dat niet zo flauw. Wat gebeurt er? Oh, Arthur krijgt op zijn donder van zijn zoons. Ik sta er helemaal achter. Ga door. Wij proberen alleen maar uit te leggen dat hij ons niet zomaar op straat kan zitten. Want waar moeten wij dan naartoe? We wilden er gewoon rustig over praten toen pa in een keer ontzettend agressief begon te doen. Agressief? Agressief? Ja, 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 hij is vreed en harteloos en ja, 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 ja. Arthur? Arthur! Ik heb een afspraak. Ja, ga dan. Ja. Mij een beetje agressief noemen. Als jij niet was binnengekomen, dan hadden ze allebei een flink pak slaag gekregen. Ja. Ja, ik heb echt geprobeerd een redelijk gesprek met ze aan te gaan, maar ze lieten me geen keus. Ja, ik kan er nog maar één ding doen. En dat is? Gaan vissen. Veel plezier. En de jongens gaan allebei zonder eten naar bed. Natuurlijk, Ivert. En zorg dat Vera weg is als ik terugkom, hè? Over een paar dagen wonen hier nog maar twee mensen. Tot ziens. Geeft dat nog een drukte, hè, zo'n man? Als jij andere woonruimte voor ze zoekt, ik heb nog wel wat. Bij jou thuis? Dat zouden ze nooit overleven. Vanwege de dieren? Vanwege Vera. Nee, mijn zus, die heeft nog een verdieping vrij. Waar dan? Ongeveer 25 kilometer hier vandaan. Het is een mooie villa van voor de oorlog. Klinkt geweldig. Ja, het is een prachtig huis. Nee, 25 kilometer hier vandaan. Alleen, jouw zoons die willen vast niet. Maar ik wel. Ik weet niet hoe ik je moet bedanken. Ja, ik merk het. Bel je zus.
Zeg dat ze twee bedden klaarzet. En dat Sander en Paul elke ochtend om 5:30 gewekt willen worden. Er zijn wel twee voorwaarden. Zij wil 1 maand huur vooraf. Is geen probleem. En het andere? Een dubbele jongen met ijs. Het is een verschrikkelijk kamertje, Arthur. Ze willen het niet. Hoezo willen ze niet? Het is toch veel te vochtig. Je weet toch dat Sander zwakke longen heeft? Ik heb 1 maand voor uitbetaald. Ja, dan had je maar van tevoren moeten overleggen. Meneer Van der Linde. Wat zie ik nou? Kunnen wij praten? Oh. Gelukkig herenigd. Ik praat wel met hem. Ik zei het toch? Zij praat wel met je. Ik ben zo blij. Zeg het maar, lieverd. Nou, Olaf die heeft zijn huur niet betaald, dus is op straat gezet. En als we een paar weken hier zouden kunnen logeren tot we iets anders vinden. Voor alle duidelijkheid, ik ben hier niet om de zaak op te hitsen. Niet maar... luisteren, jongens, ze komt de zaak weer eens ophitsen. Je weet het. Die villa van Herman's zuster wordt volgende maand gesloopt. Er komt daar een supermarkt. Nou, dan hebben ze nog een hele maand om iets anders te zoeken. Arthur! Ik wil er geen woord meer over horen. Nou, jongens. Dit is Harry. Dag, meneer Van der Linde. Mevrouw Van der Linde. Ik dacht, ik kom even voorstellen. Ik was heel netjes van je, jongen. Ik kom zo bij je. Vera. Kan dit even wachten? Olaf en ik hebben een veel groter probleem. Ja. Wij moeten zo weer weg. Als jullie nog woonruimte zoeken, die zus van Herman hebben nog een hele mooie etage over. Wanneer wordt het huis van je zuster gesloopt? Over 1 maand of wat. Kan ik daar een tijdje logeren? Vindt ze vast gezellig. Ze heeft alleen 1 nadeel. Wat dan? Ze heeft 4 volwassen kinderen.